Dit is Dirk en ik ben Sanne. En samen in onze bus Pieter reizen wij door Europa. We kijken hier ons verhaal. Een kaartje gekregen bij binnenkomst waarmee je de slagboom open en dicht kon doen. Toen drukte ik op het verkeerde knopje en toen nam hij mijn kaartje in. En toen dacht ik, shit, ik kan er niet meer uit. Ben ik naar de slagboom gelopen om het servicenummer te bellen. Maar ze spreken alleen maar Italiaans. En ik spreek Spaans. Dus ik kan op zich redelijk inschatten wat het is dat ze aan me vragen. Of dat tegen me zeggen. Maar terugpraten is een beetje tutti frutti. Een hele lieve buurman. En die heeft voor mij gebeld. En nu gaat over een uur de slagboom open. Godzijdank. Nou, het is dus nu 6:06. Ja, je ziet geen... Niet zoveel, want de ruit is nog beslagen. Maar de slagboom is nog dicht. La carta. Piep, 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 piep. Sí, claro que sí, gracias. Goed. We staan dus zo. Lekker 15 euro per nacht. En daarna nog voor iedere kilowatt stromen euro lokken. Maar we staan. Zo. Op naar Cinque de Terre. Eerst 20 minuten fietsen. Naar de trein. We zijn bij een van de dorpjes van de Cinque de Terre aangekomen. En dit is het begin. Haha. Ik bedoel. Nou. De treden liggen hier wat ver uit elkaar, dus ik til Dirk nu al zo 100 treden naar boven. Ik ben een beetje de weg kwijt. Dit is waar wij nu zitten. Ik heb een Italiaans biertje en er komt pizza aan. Rio Maggiore is werkelijk waar. Prachtig. We zijn in warmte niet meer gewend. Home sweet home. Gaat het? Ga maar gewoon even naar je plaats. Hops, naar je plaats. Gek geworden. Ik zit hier dus gewoon midden op een industrieterrein op een parkeerplaats met een stukje gras. En ik zag daar nog een stukje zon, dus ik heb maar gewoon een kleedje neergelegd. Want ik wilde nog even in de zon zitten. En Dirk wilde nog even met zijn vlieg spelen. Maar Italië is wel heel anders dan dat ik dacht dat het zou zijn. Ik had iets heel romantisch in mijn hoofd en heel veel mooie stukken. Maar dat is het eigenlijk niet. Er zitten wel hele mooie dorpjes en pareltjes tussen.
Maar voor de rest is het eigenlijk best wel... Nou ja, ik sta op industrieterreinen, de camperplaatsen liggen echt wat meer afgelegen. De voorzieningen zijn lastig te bemachtigen. Het is weer een hele andere sfeer dan Frankrijk. Ik mis Frankrijk wel een beetje eigenlijk. Los van dat ik schitterende dingen zie, moet je die wel echt opzoeken. En in Frankrijk kwam je dat eigenlijk overal wel een beetje tegen. Heb ik echt niks te klagen hoor jongens. Niks te klagen. Hé, Dickie? Je hebt ook niks te klagen. Mooie hondenkin wel. Mooie hondenkin wel.